En die heeft hij ook in het torentje neergezet. Dat beest zit er nog steeds. Die zit al jaren daar in dat torentje. Meneer Segers, bent u die wel eens tegengekomen? Die panda daar in dat torentje? Nou, er staan echt heel veel attributen en cadeaus. Dus daar moet ergens ook die panda tussen staan. Maar ik heb hem nog niet gezien. Als ik naar de volgende keer er ben, dan... Gaat u er even op letten. Dan ga ik naar kijken. Maar Anja, drie premiers hebben hier dus zich tegenaan bemoeid. Ja. En ook de koning. En zo belangrijk werd het dus. Nou ja, ik bedoel, het is niet continu geweest. Want je denkt op een gegeven moment wel, als je hoort drie premiers, is er niet dat belangrijker dan twee panda's om je druk over te maken. Maar ja, wat wel duidelijk wordt, is dat het... kijk, China is natuurlijk een heel belangrijke handelsrelatie voor Nederland en wordt ook steeds belangrijker in de wereld. En ja, die panda's zijn daar wel een soort van symbool van geworden. Van, wij zijn vrienden en wij gunnen elkaar wat. En ja, dus in die zin ben ik het wel iets beter gaan snappen waarom het zo'n... zo belangrijk was en waarom... Maar ja, als er mensenrechten in het geding zijn daar en je gaat het dan over panda's hebben, dat heeft in de eerste, denk je wel van, is er niet wat belangrijkers dan die twee beesten? Daarmee heeft het natuurlijk ook zo lang geduurd voordat het eigenlijk zover kwam. Maar dat diplomatieke gebaar van China, dat is dus wel ontzettend belangrijk voor ons Nederland? Nou, blijkbaar. Er zijn natuurlijk hele belangrijke handelsrelaties inderdaad. Maar er zijn inderdaad, wat je terecht zegt, mensenrechten-issues. En dat lijkt me iets belangrijker dan deze panda's. Ja. En wat ik wel apart vind is, en dat blijkt dus hier uit deze uitzending, dat je dus allerlei belangrijke mensen inzet om deuren te openen. En ja, dus met geld kun je ook heel veel invloed kopen. En nou ja, daar word ik altijd een beetje ongemakkelijk van. Goed. Het symbolische gebaar van China is niet altijd zonder risico. Soms worden de panda's namelijk ook gewoon weer teruggenomen. Dat hebben ze ook in Amerika gedaan. Vertel. Ja, daar hebben ze, op een gegeven moment was er ruzie over iets. Toen hebben ze één panda teruggehaald. En toen Obama de Dalai Lama had ontvangen of gesproken, toen is ook een andere panda teruggehaald. Ja, het is een cadeau wat wij van de, ja, van de Chinezen, ja, krijgen. Maar ja, cadeau. Hoe zou u het omschrijven? Ja, nou, het is inderdaad een gift. Maar wel een gift met een giftige, wat zal ik zeggen, uitwerking. Een mogelijk giftige uitwerking. Ja, benadert dit ook een beetje dat ongemakkelijke gevoel wat u erbij heeft, meneer Segers? Ja, het is bizar. Dat is als je praat met de Dalai Lama, dat er dan een panda, zeg maar, als represaille wordt teruggehaald. Als ruilmiddel is het soort, ja. Denk je, waar gaat het over? Het is, ja, bedoel, het is een aardigheid, de panda. Het is heel bijzonder. Laat mensen daarvan genieten. Maar houd alsjeblieft buiten de diplomatieke relaties. Ja, het is er wel helemaal mee vervlochten. Dat blijkt wel uit de uitzending ook van vanavond. Hoe is het nu met de panda's, Angela? Want ze zitten natuurlijk in de dieren. Ik heb ze ook wel eens gezien. Ze hebben een heel mooi verblijf, zag ik in de documentaire. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, volgens mij valt de populariteit wel een beetje tegen. Ik bedoel, het extra parkeerterrein wat ze hebben aangelegd om al die bezoekers te kunnen herbergen is nooit gebruikt. Maar volgens mij knagen ze hun bamboe en liggen ze op hun rug en hebben die beesten het prima. De beesten hebben het prima, dat is dan toch belangrijk. Leuk dat je dat aanhaalt, ook al ben je niet per se een dierenvriend. Goed, straks ga ik het hier aan tafel hebben met Gert-Jan Segers over...